Voor veel mensen is een zonnige dag met een strak blauwe lucht het mooiste weer dat er is. Maar wist je dat zonlicht ook belangrijk is voor je gezondheid? Door de zon maakt onze huid vitamine D aan. Vitamine D is een van de weinige vitamines die we als mens zelf kunnen maken en daarmee hebben we geluk. Het is namelijk goed voor je immuunsysteem en goed voor je weerstand. Ook is het goed voor je botten. Een lekkere wandeling is al genoeg om je helemaal op te laden. En dat hoeft echt niet lang te zijn. Voor veel mensen is 5 tot 15 minuten in de zon al genoeg om je dagelijkse portie vitamine D binnen te krijgen. Je maakt de meeste vitamine D aan tussen 1 en 3 'smiddags en bij een zonkracht van 3 of hoger. Rond de langste dag van het jaar is de zonkracht in de eerste helft van de middag zo hoog dat de lichte huid binnen een kwartier al kan verbranden. Dan kun je wat beter eerder of later buiten zijn. Ook jezelf beschermen met zonnebrandcrème is verstandig. Ook dan doe je nog vitamine D op. In de zomer moet je dus oppassen voor de zon. Maar in de winter mist de zon juist kracht. Van oktober tot en met begin maart is de zon niet krachtig genoeg om vitamine D aan te maken. Voor veel mensen is dit geen probleem, maar voor bepaalde groepen kan het wel verstandig zijn om extra vitamine D in te nemen. Bijvoorbeeld voor vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70, maar ook mensen die vanwege erfelijkheid minder vitamine D aanmaken, kan het verstandig zijn om extra supplementen in te nemen. Weet of het bij jou lekker zonnig wordt? En met de app van Weeronline blijf je altijd up-to-date.